Davy, een week geleden stonden we hier ook, enfin, in Karabach dan, maar ook tegenover elkaar. Een beetje met gemengde gevoelens toen. Vandaag hoeven we niet te twijfelen. Hè. De ontlading moet enorm zijn. Ja, zeker en vast. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen vandaag de overwinning in de kwalificatie voor de volgende ronde te verzekeren. Maar ja, pluim naar de ploeg toe, want ik heb 120 minuten geen bal gezien eigenlijk, of toch geen bal tussen het kader. En ik ben blij dat ik ze heb kunnen helpen in de penalty-serie. Maar ja, ik denk de ploeg fantastisch gespeeld. En ook maar om te zeggen dat ze weer al alle penalties binnenschieten, net zoals in de bekerfinale. Alleen toen hebben we er eentje gemist. Maar ja, trappen fantastisch, dus ja, vertrouwen in de penalty-serie. Hoe leef jij dan toe naar zo'n penalty-reeks, vraag ik mij af. Hè? Want je weet dat ze eraan komen en je weet dat het dan heel belangrijk wordt voor jou. Ja, ik heb er wel vertrouwen in meestal, omdat ik weet dat ik goede statistieken heb. En dan ook misschien een klein mentaal voordeel, omdat ik daar vorige week tegen in de wedstrijd zelf een penalty stopte. Dus misschien dat iets meespeelt bij hun. Dat kan ik niet zeggen. Ik denk, degene die gemist heeft, heeft ook niet getrapt. Dus misschien dat er daar iets mee te maken heeft. Maar bon, nee, ja, ik had er vertrouwen in. De laatste penalty-serie was goed gegaan. Dus ja, je moet er met vertrouwen in gaan. En als het team als ze zo binnenschieten, dan hoef ik maar één te stoppen. En met dat publiek in je rug, dat moet ook een goed gevoel geven. Hè? Ja, absoluut. Ik denk vanaf de eerste penalty stonden ze achter de ploeg en achter mij. Ook in de hele wedstrijd, de wedstrijd hebben ze ons gepusht. Het heeft geloond vandaag. En nu een ronde verder, Europees. Heb je al nagedacht over wie dit zou kunnen worden qua tegenstander? Of ben je daar niet mee bezig geweest? Nee, niet echt. Het was het belangrijkste om vandaag door te stoten. We wou op zijn minst even goed doen als vorig seizoen. Dat is ons gelukt. Maar nu gaan we er alles aan doen om beter te doen als vorig seizoen. Het zal een beetje van de loting afhangen wie dat we krijgen. Maar ik denk, als we ons hoogste niveau halen, dan kunnen we veel ploegen verslaan. Geniet van dit moment. Je hebt het verdiend. Dankjewel.